oranje vliegen op frituurvet? Ja, dat kan zeker. Althans, in principe. Het is natuurlijk niet zo dat we dat gebruikte frituurvet in één keer in ons vliegtuig stoppen. Tuurlijk. Je haalt eerst de restjes bitterballen uit. Ja, daar is wel iets meer nodig dan dat. Maar met KLM vliegen we al deels op duurzame kerosine. Dat is kerosine gemaakt van organisch restmateriaal. Zoals gebruikt frituurvet. Dat klinkt lekker duurzaam. Ja, en dat is het ook. In vergelijking met de normale kerosine stoten we met deze duurzame kerosine tot wel 85% minder CO2 uit. Ik zeg allemaal aan de duurzame kerosine. Ben ik helemaal met je eens. Helaas is de duurzame kerosine nog wel vrij prijzig. Daarom is KLM met een aantal partners in Groningen een speciale fabriek aan het neerzetten. Zodat we in de toekomst onze eigen duurzame kerosine kunnen maken. Lekker bezig. Gooi ik er nog een kroketje in. Dankjewel, Leon. Graag gedaan. En mocht jij nu ook een vraag hebben, stel hem dan hieronder in de comments.